Oh, oh, meneer Wilders. Het was een achtbaan van 175 dagen. Weet je, ik word er eerlijk gezegd al een beetje moe van. Ongepast. Het zal me verder worst zijn, dit is wat ik te zeggen heb. Dank je wel. Maar na een hoop gedoe kwamen de vier partijen er uiteindelijk toch uit. Er kwam een hoofdlijnenakkoord, 26 kantjes, met de plannen voor de komende jaren. We schrijven geschiedenis vandaag. Het eerste wat ik dacht is, dit is een hoofdlijnenakkoord, maar er staat geen hoofdlijn in. Het zijn vier verkiezingsprogramma's bij elkaar gepropt tot iets waar ze verder mee kunnen. Maar een echte grote lijn, een idee voor de toekomst van Nederland, staat er niet echt in. Ik denk dat we op veel momenten dachten dat het niet zou lukken en het is gelukt. Dit zijn de vaak botsende ambities van de toekomstige coalitie. Nou, wat je normaal ziet in zo'n formatie is dat ze naar elkaar toe groeien. Dat als ze wat langer met elkaar zitten te praten, dat toch blijkt dat partijen die tijdens de campagne nog heel erg de verschillen hebben benadrukt, ja, erachter komen dat ze op heel veel punten het wel eens zijn. Maar dat gebeurde bij deze partijen eigenlijk helemaal niet. Of eigenlijk het tegenovergestelde gebeurde. Hoe langer je ze samen in één ruimte zette, hoe meer ruzie ze eigenlijk ook met elkaar kregen. Ja, midden in zo'n gesprek loopt Geert Wilders opeens weg. Maar dat kan toch niet? Ik weet ook niet waarom, eerlijk gezegd. Ik denk dat als we tot 7 uur of later door waren gegaan, dat we bij dat hoofdstuk er bijna uit hadden kunnen zijn. Eerst hadden we Omtzigt, ja, nu hebben we Wilders gehad. Dit is mijn eerste formatie, maar volgens mij is het in een formatie dat je hardbal speelt. Hè? Dag meneer Wilders, waarom bent u gisteren weggelopen? Ja, wat ging er fout gisteren? Dat zijn stevige onderhandelingen en die staan soms op scherp, dat is ook goed. En daarna probeer je eruit te komen. En ik hoop dat het lukt. Ik weet het niet zeker, maar ik doe mijn best. Ja, ik heb het idee dat ze niet zeggen gisteren. Je wilt, dus je kunt toch nu niet weglopen? Je hebt dus maanden gehad dat deze partijen niet meer dan een uurtje met elkaar in één ruimte wilden zitten. Dat gebeurde op die allerlaatste dag, gebeurde het tegenovergestelde. Toen zaten ze uren met elkaar in een ruimte. Toen hebben ze echt zitten onderhandelen. Zoals je onderhandelt in een formatie. Niks aan de hand. Ik moet een beetje strekken. Hoi. Er wordt veel gerookt vandaag. Ja, toen kregen we ook echt wel de allerlei verschillende berichten over achter de schermen. Sommigen zeiden dit moet nu lukken, anderen zeiden dit wordt helemaal niks. Tot we ergens in die nacht een foto kregen van Caroline van der Plas en Geert Wilders. Die maakten een selfie met elkaar met een soort beeld van het moet nu gaan lukken. En daarvan dacht de helft van onze redactie, dat is omdat ze een doorbraak hebben bereikt. De andere helft van de redactie dacht, ze zetten het nog meer onder druk. Ze zetten nog meer Jezogus en Omtzigt onder druk van het moet nu lukken. Meneer Wilders, goedemorgen. Bent u trots op wat u heeft bereikt op dit moment? Nou, het is wel heel mooi. Ja. En, we zijn er nog niet, hè? De laatste loodjes, de puntjes op de i. Opgelucht dat het erop zit? Nou nee, we zijn nog niet klaar. We hebben nog niet klaar. Weet je wel nog meer elementen te doen? We hebben nog wat elementen te doen. Wat later bleek is dat ze toch weer echt fundamenteel gedoe hadden over de inhoud van het regeerakkoord. Daardoor zaten ze niet een paar uurtjes bij elkaar, maar zaten ze urenlang bij elkaar. Waarom duurt het langer? Nou, dat is jouw conclusie. Ik zeg dat ik er niks over ga zeggen. En kwamen ze pas het eind van de middag alsnog naar buiten. We hebben een onderhandelaars akkoord, dus dat is heel goed nieuws. En uiteindelijk is dat dus dit akkoord geworden, waar ze alle vier van zeggen, inhoudelijk in ieder geval, daar moeten we het de komende jaren dan mee maar gaan doen. Ja, er zijn belangrijke laatste stappen gezet. Ik ga nu terug naar de fractie en dan kom ik daar weer terug. Dank je wel. Wilders, de partijleider, overigens ook het enige lid van de partij, heeft een akkoord bereikt. En daar gaat de fractie niet moeilijk over doen. Dus die waren inderdaad zo buiten. De fractie is toch wel unaniem. Heel blij en tevreden met dit akkoord. Maar bij de andere partijen duurde dat eigenlijk wel langer. Zelfs bij BBB hebben ze toch een paar uur met elkaar zitten praten over de inhoud van het akkoord, terwijl we weten dat BBB niks liever wil dan dit kabinet in. En wat verwacht ik? Gaat het nog even duren? Ja, we zijn nog bezig. Nou, uiteindelijk kwamen ze naar buiten en omarmden ze dit. Ja, wij zijn er verder uit. Ja. Is uw fractie akkoord? Kun je gewoon even één stap naar achteren? Gewoon even met z'n allen één stap naar achteren. De fractie van Nieuw Sociaal Contract heeft unaniem ingestemd met het voorliggende akkoord op hoofdlijnen. Maar bij de VVD duurde dat echt veel langer. Daar moesten we toch echt enige uren op wachten. Maar we gaan daar lekker de tijd voor nemen, dus ik zie u vanavond laat, denk ik. Maar
Maar het was ook wel tactiek van de VVD. Ze gingen als enige fractie buiten het Binnenhof zitten. Ze namen verreweg de meeste tijd. En dus stond er een camera op de deur van de VVD. Oké, we doen mee met dit kabinet. Maar het ligt ons ook heel zwaar om zaken te doen met Geert Wilders. Dat is wat de VVD die avond wilde uitstralen. En wat ze ook denk ik de komende jaren gaan uitstralen. Ja, mevrouw Jessegus, heeft u uw fractie kunnen overtuigen? Ja, wij zijn nu nog niet meer akkoord gegaan. En uiteindelijk was het pas heel laat rond dat akkoord. En 's ochtends vroeg kwam er al een presentatie van wat er op papier stond. Je zag één voor één de partijleiders naar voren komen. En niet vertellen waarom dit akkoord goed is voor Nederland. Maar vooral wat er in dat akkoord is gekomen van hun eigen verkiezingsprogramma. Iedereen kwam even voor zichzelf op. Het strengste asielbeleid ooit. En bij de PVV is dat heel duidelijk strenge migratieaanpak en het halveren van het eigen risico in de zorg. Had Wilders zijn kiezers beloofd. We zijn ook onze ondernemers niet vergeten. Bij de VVD is het toch wel heel veel maatregelen die het bedrijfsleven financieel helpen. En hele stevige begrotingsdiscipline, dat wilde de partij graag. Voor BBB is het, wij gaan in Europa zorgen dat die strenge maatregelen op stikstof, die boeren dwars zitten, van tafel gaan. We gaan niet meer sturen op gedwongen krimp van de veestapel. En er komt geen gedwongen onteigening. Heel duidelijk iets wat de BBB wilde. En NSC, de partij van Pieter Omtzigt, ja, er zit heel veel vernieuwing in. Waar het gaat om het staatsrecht en de manier waarop we ook gaan kiezen in de toekomst. Zodat mensen, hun volksvertegenwoordigers, beter weten te vinden wanneer ze problemen hebben. Dat betekent in ieder geval dat alle vier de partijen heel erg blij zijn met wat er voor hun in dit akkoord zit. Maar dat betekent ook dat ze waarschijnlijk dat er ook uit willen halen. Alle vier die partijen zeggen, ja, er is wel één akkoord, maar wij willen onze eigen punten vooral verwezenlijk zien. Ja, dat maakt de boel inherent instabiel vanaf de eerste dag. En u lacht al. Maar we zijn vier verschillende partijen en dat zullen we blijven. Nou, wat je direct ziet als je dat akkoord leest, is dat het eigenlijk ook vier verkiezingsprogramma's zijn die in elkaar zijn geknoopt. Maar een hoofdlijn ontbreekt eigenlijk in dit akkoord. Daar staan teksten als Nederland is een prachtig land. Iedere dag opnieuw moeten we er hard voor werken. Het kabinet wil houvast en steun bieden. Nou, dat soort algemeenheden zetten ze neer. Een half A4'tje, maar een hoofdlijn ontbreekt. Dit is een puzzel van allerlei maatregelen, ja, waar ze het dan wel over eens zijn. En dat leidt tot botsende ambities. Zo wil hij snel een vluchtelingencrisis uitroepen met verregaande maatregelen. Maar belooft hij juist dat ze binnen de regels van de rechtsstaat moeten blijven. Zij willen minder geld naar klimaatbeleid, maar zij willen de klimaatdoelen juist halen. De BBB wil meer geld voor boeren. De andere drie partijen willen het stikstoffonds voor de boeren het liefst gebruiken voor andere doeleinden, zoals het bouwen van kerncentrales. Dan kijk je al snel naar BBB en het stikstofbeleid. Ze willen echt dat dat stikstofbeleid van tafel gaat. Maar we hebben het al veel gehoord de afgelopen periode. Dat zal dan wel in Brussel moeten gebeuren. In Brussel moeten ze uiteindelijk daar de eurocommissaris overtuigen. En het is maar zeer de vraag of dat lukt. En ondertussen hebben ze wel het potje voor de boeren inmiddels laten leegplunderen. Maar feitelijk haalt u 15 miljard voor de toekomst van de agrarische sector weg. Ik begrijp werkelijk niet dat de BBB dit verdedigt. Dat was voor opkoop, om boeren weg te halen, om boeren uit te kopen. U moet nog 10 keer naar Brussel, u moet nog naar de rechter, u moet nog nieuwe modellen ontwikkelen. Maar u heeft wel morgen die 15 miljard geschrapt. En dat geld gaat nu naar andere zaken. Daar worden woningen van gebouwd, daar willen ze kerncentrales voor bouwen. Maar dat geld is niet meer voor de boeren beschikbaar. En daardoor zal de korte blijdschap van nu uiteindelijk een hele zure boodschap voor die boeren zijn. Nou, ik ben blij dat wij een positievere instelling hebben dan de heer Jetten. En nu hoor je bij BBB, wij gaan Brussel overtuigen dat het stikstofbeleid van tafel gaat. En dan is dat geld om boeren te redden ook niet meer nodig. Maar dat is wel een buitengewoon risicovol avontuur wat BBB nu aangaat. Want als ze dat in Brussel niet voor elkaar krijgen, dan staan de boeren met helemaal niks. We gaan luisteren naar de volgende spreker van de zijde van de Kamer. Dat is de heer Timmermans. Allemaal eisen aan de Europese Unie, maar je komt niks brengen naar de Europese Unie. Waarbij ik wil benadrukken, naar Brussel gaan om te praten over het beperken van de vrijheid van verkeer is onzin. Uiteindelijk geldt hetzelfde voor het migratiebeleid. Hè. Wilders wil heel veel zaken veranderen. Onze kiezer wil niets liever dat het lukt. En alleen het enkele feit,
het enkele feit. De kiezer wil dat. Maar daarvoor zal hij ook de steun nodig hebben van de Europese landen. Bijvoorbeeld een opt-out uit het Europese migratiebeleid kan alleen als je het Europees verdrag aanpast. En dat kan alleen als alle andere Europese landen het daarmee eens zijn dat Nederland geen vluchtelingen meer opvangt waar andere Europese landen het wel doen. Ja, dat is echt hoog inzetten in Brussel en het is maar zeer de vraag of je dat voor elkaar krijgt. Dus ja, als de rechter zegt dit deugt niet, dan deugt het niet en hebben we allemaal daarnaar te luisteren. Maar doen alsof dat hele hoofdstuk niet zou kunnen, dat is gewoon niet waar. Nu heeft mevrouw Jezielkus ongeveer hetzelfde pakket als vorig jaar zomer, plus een aantal grote symbolische maatregelen, zoals een opt-out in Brussel, die waarschijnlijk nooit gaat gebeuren, en het uitroepen van een asielcrisis die eigenlijk juridisch niet kan. Want we hebben de afgelopen jaren gezien dat ook de kabinetten met Rutte heel veel hebben geprobeerd om dat migratiebeleid aangepast te krijgen. Ook zaken die nu weer in dit akkoord terugkomen. Mensen tegenhouden, gezinshereniging tegenhouden, strengere regels, sobere opvang. Maar een rechter kan daar binnen een dag een streep doorzetten. En dan zit deze coalitie met een heel groot probleem. En zo zijn er nog meer ambities van de partijen die elkaar lijken tegen te spreken. Deze partijen willen de arbeidsmigratie tegenhouden, terwijl volgens de VVD juist arbeidskrachten nodig zijn om de economie draaiende te houden. En terwijl PVV en BBB graag meer geld uit willen geven voor de mensen die dat nodig hebben, houdt de VVD liever de hand op de knip om het begrotingstekort in de hand te houden. De VVD wil trouwens ook vooral extra steun voor het bedrijfsleven, terwijl de andere partijen liever wat meer betekenen voor de allerlaagste inkomens. En ze willen allemaal een betere overheid, maar ze vinden ook dat er eerst flink gesnoeid moet worden in het aantal ambtenaren die voor die betere overheid zouden moeten zorgen. Ik ben ontzettend trots op dit pakket. Het is een sociaal pakket. Iedereen gaat er een inkomen op vooruit. Iedereen. Maar nu bent u aan de beurt. Nu bent u aan de beurt. U bent verantwoordelijk. U zei net de armoede en de armoede onder kinderen gaat dalen. Kolder. Als sociaal is ook om van tevoren, voor de verkiezingen, te beloven het minimumloon gaat omhoog. Dat doet u niet. Alle seinen staan op groen in een economisch moeilijke tijd. En of dat zo is, bespreken we met econoom en collega Matthijs Bouwman. Hij dook voor ons in de cijfers. Als het coalitieakkoord, een onderhandelingsakkoord, uiteindelijk is, dan sturen we dat in Nederland altijd meteen door naar de rekenmeesters van het Centraal Planbureau. Die draaien dan alle cijfers door hun model. Kleine veranderingen in de uitkomsten, iets meer groei door het kabinetsbeleid, iets minder werkloosheid, een klein beetje koopkracht erbij voor iedereen. Ja, als je dat vergelijkt met eerdere exercities van het Centraal Planbureau, van kabinetsplannen, nou, dan was het eigenlijk een hele gematigde uitkomst. Ik had begrepen als jullie hadden gezegd, het is misschien te weinig, mag het niet wat meer? Maar dat hij nou zo zwartgallig doet voor een heel mooi rooskleurig plaatje, ik vind het onbegrijpelijk. Ja, als je op een rijtje zet alle maatregelen die worden genomen, dan kun je zeggen, nou, ze houden zich netjes aan hun verkiezingsbelofte. Uiteindelijk wordt er geld weggehaald bij bijvoorbeeld ontwikkelingshulp, klimaat ook, het groeifonds, wat vooral voor de grote bedrijven is, om te investeren. Dat wordt allemaal uitgedeeld aan lastenverlichting voor, nou ja, zeg maar, de gewone man, het volk, de hardwerkende Nederlander. Dat we richting de middeninkomens lastenverlichting gaan regelen. Dat we gaan zorgen dat onze ondernemers weer zuurstof ervaren. Dat hebben wij in dit akkoord voor elkaar gekregen. Uiteindelijk levert dit hoofdlijnenakkoord financieel zeker wel wat de vier partijen de eigen achterban had beloofd. Namelijk opkomen voor de mensen die het nodig hebben. Geld reserveren voor mensen die het moeilijk hebben. Mensen hebben de hoop dat de problemen van gezinnen en kinderen in armoede worden opgelost. Dit pakket is zelden zo'n sociaal pakket geweest. Ja, armoedebestrijding gaat dus weer op de gewone ouderwetse manier van een paar toeslagen verhogen, zodat er net weer wat meer mensen boven die armoedegrens komen. En dat pakt uiteindelijk gunstig uit in de zin van dat het volgens de berekeningen de armoede niet zal gaan stijgen. Gaat ook niet dalen, maar als je in het verkiezingsjaar riep van de armoede is veel te hoog in Nederland, ja, daar doen ze in principe niks aan. Ze houden het alleen gelijk. De PVV, VVD, NSC en BBB hebben het lef om de armoede niet op te lossen, maar op het niveau van 2024 te houden. Ik had verwacht dat u niet met kritiek zou staan. Ik had verwacht dat u mij hier een bos bloemen aan zou bieden.
De PVV vindt het echt heel erg belangrijk om iets te doen voor mensen die dat financieel nodig hebben. Om echt iets extra's bij te dragen. En dat kost ontzettend veel geld. Het eigen risico verlagen, dat kost miljarden. En er zijn meer plannen waarbij de PVV dat wil. En dat zijn allemaal hele dure plannen. Maar de VVD wil ook heel erg uitstralen dat zij streng zijn op begrotingsbeleid. En dan lezen we in de kleine lettertjes, hoofdstuk 10. Om al maar stijgende rekeningen te voorkomen voor de overheid wordt gestuurd op het EMU-saldo van maximaal 2,8%, waarbij de schuld 60% zijn. Dat zijn dus de Europese begrotingsregels. En dan staat er een stukje later, bij dreigende overschrijdingen van die norm in het daaropvolgende jaar zullen additionele maatregelen genomen worden. En dat betekent dat als het geld op is, dat er gewoon keihard bezuinigd moet worden. Er komt waarschijnlijk ook een VVD-minister op Financiën die dat gaat naleven. En daarmee zie je al dat de eerste botsing aanstaande is tussen verschillende partijen die echt meer willen doen voor hun achterban en de VVD die zegt, ja maar wacht even, als het geld op is, gaan we gewoon keihard bezuinigen. Ja, of er uiteindelijk keihard bezuinigd moet worden, dat hangt toch echt af van de stand van de economie. Ja, stel je eens even het positieve scenario voor waarbij de economie weer een beetje gaat groeien. Bijvoorbeeld omdat er in de eerste jaren wel stevig wordt uitgegeven door de overheid. Het zou allemaal zomaar kunnen, hè? En dan krijg je vooral meevallers op de begroting. En dan uiteindelijk blijf je ook als sommige bezuinigingen niet doorgaan, omdat het niet mag van Europa of omdat het toch allemaal onpraktisch blijkt, dan blijf je toch vaak nog binnen de lijntjes. En dat heeft eigenlijk het vorige kabinet ook meegemaakt. Dat kan dus ook. Als er tegenvallers komen, voel je het meteen en is het dus ingebakken dat er meteen moet worden gesneden. En dus denken alle partijen, wat voor onze achterban belangrijk is, willen we zo snel mogelijk geregeld hebben. En dat doen ze dus komend jaar al. Dus komend jaar wordt peperduur. En als er dan bezuinigd moet worden over een paar jaar, ja, dat ziet dan misschien een volgend kabinet. Want deze partijen denken dat ze dan misschien al lang weer weg zijn. Er zijn best wel wat onderwerpen waar niets over in staat. En ik denk dat je daar goede afspraken over moet maken binnen een nieuwe coalitie. Wat we af hebben gesproken is wat u leest. Dat hebben we afgesproken. En voor het overige ga ik niet becommentariëren. En daar zul je het mee moeten doen. Nou, dat geldt voor een heel groot deel van dat hoofdlijnenakkoord. Als er niks over in staat, dan zijn ze het er over oneens. Ja, de grote missende onderwerp in het hele akkoord is natuurlijk de pensioenen. De pensioenwet, waar voor de verkiezingen heel veel over te doen was. Maar ik begrijp dat dat vooral komt omdat ze het er niet over eens waren en het dan maar een vrije kwestie verklaren. Dus uiteindelijk mag elke partij straks bij pensioenonderwerpen zelf weten wat ze stemmen, zijn ze niet gebonden aan afspraken. Het geeft al aan dat het coalitieakkoord geschreven is alleen maar door op te schrijven waar ze het wel over eens zijn. En alles waar ze het niet over eens waren, hebben ze weggelaten. Het is dus geen compleet akkoord. En uiteindelijk is de bedoeling dat dan straks als de ministers aantreden, dat die al die gaten gaan invullen met hun eigen plannen of met plannen die ze uit verkiezingsprogramma's halen. Dus los van het feit dat het al heel ingewikkeld was om tot een hoofdlijnenakkoord te komen, wordt er ook dubbel zoveel gevraagd van de ministersploeg die dat straks moet gaan uitvoeren. We moeten ook in elkaar en in deze politieke samenwerking investeren. En nu moeten ze mensen gaan zoeken die dat dan willen gaan uitvoeren in de Trevenzaal. En dat betekent dus dat je een premier moet zoeken die denkt, met dit akkoord in de hand wil ik Nederland beter gaan maken. En we zien nu al hoe ingewikkeld dat wordt. Is het uitgesloten dat de positie van de heer Wilders als mogelijke toekomstige premier van het land op tafel komt te liggen. Daar. Nou, dat zal dan van iemand anders moeten komen. Dan wil ik er wel willen naar kijken, maar ik hou mij aan mijn afspraken. Dus ik ga dat zelf niet doen. Ja, kijk, als we nou morgen daar naartoe gaan, de heer Omtzigt komt binnen bij de formateur en zegt, ik heb een goed idee, Geert, jij moet premier worden. Dat sluit ik niet uit. Dat sluit ik niet uit dat ik er nog een keer een nachtje over moet slapen. Henk Kamp zit op de tribune dit debat te volgen. Is dat nog een signaal? Misschien heer Wilders? Nou, dat hij in ieder geval niet zoveel te doen heeft. Dat signaal. De partijen hadden natuurlijk al vrij snel met elkaar afgesproken. Geert Wilders kan geen premier worden, dat willen we niet. Dus kandidaat 1 was al vertrokken en moest er dus één van buiten komen. Een premier van buiten. Nou, daar zijn we. Dus ze leken echt wel iemand gevonden te hebben die dat eventueel zou kunnen. Ronald Plasterk, die partijen misschien wel kon binden. Maar uiteindelijk lukte dat niet. En dus is Ronald Plasterk nu toch afgevoerd. En moeten ze op zoek naar een nieuwe persoon die dat allemaal zou kunnen. En eigenlijk weet niemand in Den Haag wie dat zou moeten zijn.
Is het voor u duidelijk hoe het nu verder moet met deze formatie? Nou, het is nog een beetje een rommelig proces. Nou ja, we wachten natuurlijk op wie strakjes de beoogde minister-president is. En dan weer een stap verder. Het unieke van deze situatie is natuurlijk dat er een premier komt, waarschijnlijk, waar geen Nederlander voor heeft kunnen kiezen. En dat is wel opvallend dat deze partijen juist daarvoor kiezen. Want het zijn juist BBB, NSC, PVV... die de afgelopen jaren er heel veel kritiek op hebben dat heel veel macht in Nederland en in Europa ligt bij bureaucraten die niet verkozen zijn. Dat is een hele pijnlijke constatering, ook voor die partijen. En die wordt pijnlijker, omdat ze het ook niet voor elkaar krijgen wie dat dan moet worden. Weet u al meer, meneer Omtzigt? Meneer Wilders, weet u iets zeggen over de nieuwe premier? Mevrouw Jesselgus, kunt u iets zeggen over de nieuwe premier? Mevrouw van der Plas, wie gaat het worden? Hallo. Eigenlijk is de zoektocht naar een premier hetzelfde geworden als de zoektocht naar een hoofdlijnenakkoord, namelijk... We gaan dat doen, maar in praktijk blijken ze het allemaal volstrekt oneens met elkaar te zijn. Hetzelfde gezwoeg als we de afgelopen maanden hebben gezien. Politiek samenwerken doet eigenlijk altijd wel pijn. Dat zagen we ook in het laatste kabinet van Rutte. Dus dat gebeurt eigenlijk wel vaker in de politiek. Maar als je het dan gaat doen en je wordt een ministersploeg en je stapt er ook samen in, dan is er toch een gevoel van, wij zullen deze wereld wel eens even laten zien dat we het wel kunnen. Maar nu is dat gevoel er eigenlijk helemaal niet. Niemand weet precies of dit een succes wordt. Het is met lange tanden dat ze eraan beginnen, dat dat zo gaat en dat er ook zo over gesproken wordt voor en achter de schermen. Ik heb dat nog nooit gezien. Wij in Den Haag blijven in ieder geval posten. Abonneer je dus om voortaan niets meer te missen.